Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aan de raad voorgesteld in te stemmen met een schikking tussen aannemer Hegeman en de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer. De schikking gaat over de bouwkosten van Filmtheater de Viking. Er is een extra investering van 4 miljoen euro nodig om het filmtheater af te bouwen. Deze investering komt volledig voor rekening van de gemeente. De investering dekt onder andere onvoorziene meerkosten en bouwtijdvertraging. De kapitaalslast hiervan bedraagt 160.000 euro per jaar en komt ten laste van de algemene middelen. Na verluid ligt er nu een ontwerp dat voldoet aan de eisen van architectuur, functionaliteit en veiligheid. Een belangrijk onderdeel van de schikking is een zekerheidsstelling. Dat houdt in dat aannemer Hegeman hiermee de garantie afgeeft dat hij afziet van claims voor bijvoorbeeld bouwtijdvertraging. Ook staat Hegeman garant voor een bouwtijd van nog 11 maanden. Het stoppen van de bouw is geen aannemelijke optie volgens het college. De gemeente zou dan een bedrag van 15,5 miljoen euro in één keer moeten afboeken en 5 miljoen euro subsidie terug moeten betalen aan de provincie Overijssel.